over de oorlog, want dat is natuurlijk ook een vluchtsituatie. Ja, 1945. Ja. Voor ben ik al geboren hoor, ik ben van 35 dus. Ja, 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 ja. Nou, net zoals mijn vader, die was ook uit 35. Ik was 42, dus ik was onder. En hadden we in de gang, voor bij de voordeur, een karretje staan. En had mijn moeder allemaal lakens en slopen ingedaan en handdoeken. Stond start klaar als we moesten vluchten. Dan kon ze zo het kar meenemen. En wat zat erin? Dus lakens, zegt u? Iets van lakens slopen, handdoeken, eten, ondergoed. Drinken. Ja. En een trui, dat was winter, trui erin en dat soort dingen. Ja. En dingen als een blikje soep? Of Nee, helemaal niet. Ik zou dat ook meenemen. Ik zou wel eten wat eten bij je. Ja. Maar jullie hadden geen eten mee, dus echt gewoon het beddengoed? Ja, beddengoed, ja. Grappig, hè? In die tijd waarschijnlijk, want nu denken we daar niet eens meer aan, hè? Maar dat was echt die tijd, hè? Ja. Wat zou dat zijn, dat het in die tijd gewoon dat zo belangrijk was? Ja, wat is dat? Wel. Maar waarom is dat anders? Wat voor gedachte was daarbij, denk je? Ja, misschien ergens moesten slapen of zo. We moesten van huis uit. Als er wat gebeurde, moesten we weg. Dus moesten we vluchten. Ja. De Duitsers zaten vlakbij. Ja. En hoe voelde je toen? Als je dat zag? Als kind zijn wel angstig. Ik heb in de kelder gezeten met mijn broertje. En gingen die vliegtuigen erover. Ja, het was angstig. Ja. Maar dat is... Bij ons vlogen de vliegtuigen over. En die ben je dan. Ja. In het veld vielen ze neer. Engelse vliegtuigen, Duitsers, V1's, die bommen allemaal. En moesten wij ook, ik zat gewoon onder de grond. Mijn moeder had al een stoel, of mijn vader had een stoel gemaakt waar al die kinderen in konden. Een stoel gemaakt waar de kinderen in konden? Ja, een gat in de grond, ja? Waar een stoel in zat. En dan konden we met z'n vijven in zitten. Echt? Wauw, dat is wel een bijzondere stoel, zeg. Jeetje. En heeft u ooit daarin moeten zitten? Ja. Ja? Ja, toen was ik 4. Moet je nagaan, want meestal heb je geen herinneringen van voor die tijd. Ja, maar omdat het zo indrukwekkend is... Omdat bij ons vlak over vielen al die vliegtuigen neer en die bommen en in de veld. Want bij ons achter was een heel groot veld aan bossen. Nou, daar vielen ze neer. Ja. En bij ons vielen die treinen langs. En er zaten allemaal mensen in die naar Duitsland naar Joden. Kamp gingen. Ja. En dat vonden we vreselijk. En wisten jullie toen al dat ze vol zaten met de Joden? We wisten niet wat er mee ging gebeuren, maar we zagen ze wel in de trein en allemaal stamvol. Oh, ze hadden honger en toen stond er ineens een bakker. En er kwamen er een paar uit en toen kwamen die Duitsers eraan. Ja, dat, als kind zijnde, dat blijft zo lang bij je hangen. Ja, dat blijft bij je hangen, Jeetje, gewoon die gezichten van die mensen, hè? Want die wisten ook niet waar ze naartoe gingen. Nee. En dat was eigenlijk nog erger dan vluchten, want die werden gewoon echt gedwongen in een kleine hok. Ja. Jeetje, Mina, ik krijg het er nog... moet je nagaan. Het is heel indrukwekkend. Zeker. Dus wij leven in een goede tijd, hè? Wij leven in een tijd dat we zeggen van... Je hebt alles, je eet aan. De kinderen worden groter. Waarom met ze goed eten krijgen? Wij kregen vroeger bewijs en zo'n bord pakken. Maar wat ik het ergste vind, ik kwam dan op Overvecht en aan de ene kant heb ik Marokkaanse mensen. Ik wil zo graag in contact, niet bij elkaar binnenlopen of zo. Mag wel, maar het hoeft niet. Maar als je iets gekocht hebt, laten zien. Even laten zien. He, omdat ik verder niemand aan mijn man, maar die interesseert hem niet. Maar als ik iets gekocht heb, wil ik het graag even laten zien. Ja. Kinderen wonen ver weg. Ja. Dus maar aan de andere kant ook een iemand. Maar die Marokkaanse mensen zijn aardig, daar niet van. Maar ze gaan 3 maanden op vakantie. En dan ben ik bang, omdat ik ook wel over de 80 ben, als er wat gebeurt. Ja. Dus ik wil graag blijven wonen. We wonen hier nu 55 jaar in het huis. Dus ja. Ik wil graag blijven. Kinderen zijn er geboren. Nee, als er wat gebeurt, dan denk ik, je hebt geen buren, je hebt alles potdicht, je kan niet zwaaien. Dat vind ik erg. En heeft u ooit eens een keertje aangeklopt om koffie te drinken? Ja, maar ze kunnen wel Holland, maar dat doen ze niet. Als ze thuis buiten zitten, is het ook altijd Marokkaans. En dan zitten wij buiten, maar je verstaat er niks van. Ja. Lachen, ze lachen veel. Dan denk ik, Dus dat is wel... En die praat wel met me. En als ze wat nodig hebben, dan komt het zo. Maar en ik heb een Marokkaanse buurman. Nou, die zegt wel goeiedag en goeiemorgen. Maar verder ook niks. En hij zegt wel eens, hoe is het, weet je wel en zo. Ja. En als je me met de rollator ziet lopen, dan zegt hij,
kan ik vandaag niet goed lopen, buurvrouw. Dus ik nee, het gaat vandaag niet. En die kleine, simpele dingen zijn zo belangrijk, hè? Ik bedoel, wat jij zegt... Ja. Als ze wel eens thuis komt van de boodschappen en dan zeg ik wel eens tegen hoe gaat het? Dan blijft ze heel even staan, ze zet de tas neer, dus ze pakt hem gelijk weer op. Misschien omdat zij ook niet weet hoe ze het gesprek moet beginnen, moet hè? Wel een Hollands kind, hè? Nee, maar misschien heeft ze ook een gêne of zo om iets te beginnen. Dus het zou mooi zijn om zo op een of andere manier daar een... Ja, als ze maar zo onder elkaar dan... Nou ja, ik zou zeggen, omdat ik vind dat alles wat je doet als je samen dingen maakt, dat brengt mensen in verbinding. Ik zou zeggen, een project waarbij je samen iets maakt voor de portiek bijvoorbeeld, dat je samen bezig bent met iets. En dan is de taal niet eens belangrijk op zo'n moment, maar het samen maken. De taal kan ook al. Ja, als je samen iets maakt, dus dat zou misschien een mooie zijn om in de portiek iets te maken. Ja, ik heb een heel huis, dus ik heb geen portiek. Nee, ik zit op de tweede verdieping. En ik heb beneden een Marokkaanse man. En ik heb naast me een Turkse man. Daar helemaal beneden ook een Turkse man. En portiek daarnaast. Als hij buiten staat, dan zegt hij altijd goedemorgen. En ik ook. En zo, maar verder is niks. Dus echt gewoon simpele dingen om mensen bij elkaar te brengen. Dat zou... Je bent elkaar binnen te lopen. Nee, dat je weet van elkaar. Als je elkaar tegenkomt, dan zeg je goeiemorgen. Ja. Goeie en verder niks. Misschien moet het project gewoon Goeiemorgen project heten. Goeiemorgen. Ja. Heel simpel. Hij doet het wel hoor. Ja. Dus hij doet het ook. Maar zij niet. Hij doet het wel, maar verder ook niet. Hij blijft niet even staan hè. Ja. Als ze altijd haast hebben lijkt het wel. Ja. Dat denk ik niet, maar... Nee, maar er zit iets waardoor ze gêne hebben of niet in toenadering vinden. Dat ze denken dat wij nieuwsgierig zijn, maar dat is niet zo. Het is gewoon belangstelling. Precies. Dat is verschil, hè? Ja, het is een groot verschil. Ja, bij ons is het alleen maar goeiemorgen, goeienavond en alleen de buurvrouw. Als er wat is, net als met de goot die niet doorloopt of zo, nou dan zegt ze, kunt u even komen kijken? Nou, dan kom ik kijken. En dan zegt oh ja, we kunnen beter die bellen of die bellen. Ja. Zo. Dus het gaat al beter. Ja. Ja. Mijn man wil wel eens helpen de tuin, de onkruid bij de heg knippen. Ja. En dan zegt hij dan, nee, dat hoeft niet, ik zelf wel. Oh ja. En ja, dan krijgt mijn man ook zoiets van Ja. Maar het is gewoon, helpen. Ja, de buurman die doet het altijd beneden en die kijkt wel eens zo over het balkon. En dan zegt hij, goedemorgen, het is druk bezig, meer niet. Ja, het is verschillend ook voor de mensen. Ja, tuurlijk, mensen zijn allemaal verschillend. Maar ik vind het wel interessant, dat nemen we gewoon mee in het filmpje. Want het is wel, het zijn simpele gestes. Simpele toenadering dat gewoon heel belangrijk is. En dan wat je zegt, je hoeft niet bij elkaar binnen te lopen. Nee, maar dat je wel weet dat je aan kan bellen bij elkaar. Ja,